Ja, en we zijn in verbinding met Kortrijk als alles goed gaat. En daar zit Jo met de banjo klaar om op u los te stormen, dames en heren. Dag Jo. Hey, goedemiddag Sakkie. Hoe gaat het kinder in studio's binnen dicht? Wel goed, als ik even buiten kijk, dan zie ik de heerlijke witte vijvers eigenlijk van het Flesjeplein hier. Zeg, ik ga dadelijk een sneeuwmannetje maken, maar ondertussen neem ik mijn transistertje mee en dan luister ik naar jou. Wat breng je allemaal deze middag? Oh, ik heb een pak vragen dat men dit soort dingen totaal wist uit het archief en nooit meer naar luistert, nooit meer naar kijkt. Dat was toen zo'n ding van, de VRT was ongelooflijk fier dat we tegen elkaar konden praten. Ik van hieruit, vanuit Omroep Brabant, en Jo vanuit Kortrijk. Er was een klein probleempje mee, we hadden niks te vertellen tegen elkaar. Het viel me ook op dat we allemaal nogal Hollands praten. Maar ze hebben waarschijnlijk niks meer, iets anders van ons. Er werd toen niks bewaard, hè? Totaal niet, hè? Ik heb fantastische dingen, al zeg ik het zelf, gemaakt voor televisie, muziekprogramma's, en die zijn weggewoond, die hebben ze weggeveegd. Die hebben we gewoon niet meer. Wat ik nogal jammer vind, hè? Bijvoorbeeld Tom Waits voor 3 nummers aan een piano, dat lijkt me toch wel interessant. Maar nee, er waren blijkbaar interessantere dingen om te bewaren dan dat.